Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe kunstles. We gaan vandaag verder met de spullen uit je eigen huis. En we gaan vandaag aan de slag met de spullen van Archimboldo. En waar hij heel goed in was, was in het vinden van gezichten in spullen. Nu zie je dat vaker om je heen ineens een toevallig gezicht. Het lijkt of het een huis terugkijkt, misschien heeft hij iets wel ogen. En kunstenaars zijn vaak heel goed in het op een manier kijken... op een andere manier kijken naar dingen, waardoor je dus dit soort bijzondere dingen, gezichten kan vinden. Kinderen kunnen dat vaak ook heel goed. Sommige mensen moeten even oefenen en ik ga dat vandaag laten zien en je ermee helpen. Want het is een andere manier van kijken dan dat je normaal doet. Zo zie je hier zo, in dit kastje, zie ik een gezicht. Ik zie een mond bij zijn handgreep. Ik zie een neus bij het etiketvakje. En de twee kleine laadjes, die vormen de ogen. En ik zie ook dat hij vrolijk en tevreden kijkt. Hij vindt het volgens mij wel leuk om een kastje te zijn. Hier zie ik weer een heel ander gezicht in. Ik zie hier de boze ogen van deze machine. Hij heeft ook een grote neus en een mond waarmee hij misschien iets gaat pakken of gaat schreeuwen. En ik zie ook deze hele blije verrekijker. Die vindt het vast ook heel mooi om je een uitzicht te laten zien. Je ziet twee vrolijke ogen en ik zie een hele grote lachende mond met twee tandjes erin. Zo kun je om je heen in je eigen huis straks ook kijken of dat je misschien ook een toevallig gezicht ziet. Het moet er al zijn, maar soms moet je er ook een beetje aan schuiven voordat je een echt gezicht ziet. Zo is dit gezicht op het strand gemaakt en je ziet dat het heuveltje dat daar al was gebruikt is en een steentje die vormt de neus. En aan de bovenkant is hij wat smaller dan aan de onderkant. En zo zie je dat het een goede neus is. Hij heeft een heel klein mondje gemaakt van een schelpje. Net als de ogen. En wenkbrauwen. En die wenkbrauwen en dat kleine mondje zorgen er voor mij voor dat hij er vrolijk, maar ook een beetje verlegen uitziet. Maar misschien zie jij wel een heel ander soort emotie of gezicht. Archimboldo gebruikte ook spullen om composities te maken in de vorm van een gezicht. En die van hem zijn veel ingewikkelder. Zo maakte hij dit schilderij. Hij leefde wel 500 jaar geleden en is nog steeds heel beroemd met zijn composities. En dit lijkt op het eerste gezicht gewoon op een hele saaie fruit- en groenteschaal waarmee hij straks soep gaat maken. Maar als je een beetje door je ogen heen kijkt, door je oogharen zo, en je hoofd schuin draait, dan zie je misschien wat heel anders. Ik heb het plaatje even omgedraaid en nu zie ik heel goed deze groenteman. De fruitschaal is zijn hoofd geworden. Hij heeft grote eieren gebruikt als wangen en een neus van een soort peen of een pastinaak. Hij heeft zelfs een baard en een mond gemaakt. En zo werkte hij dus met de spullen die hij om zich heen had, die schilderde hij na tot een prachtig gezicht. Hij heeft niet alleen eten gebruikt, maar ook hele andere dingen, zoals bijvoorbeeld boeken, gereedschappen. En dit is misschien wel een van zijn beroemdste schilderijen. En daar heeft hij alles geschilderd wat geoogst wordt in de herfst. Dus je ziet groente en fruit, maar ook bloemen en graan. Hier zo zijn de pultjes gebruikt voor zijn oogleden. De wenkbrauwen zijn gemaakt van graan en zijn voorhoofd is misschien wel een hele grote pompoen. En hij heeft echte appelwangen. Het kunstwerk daarna ziet er weer heel anders uit. Die is gemaakt van boeken. Het is een bibliothecaris, iemand die in de bibliotheek werkt. En hij ziet er een beetje stijf en streng uit. En hij is gemaakt van opgestapelde boeken. En een hele mooie hoed heeft hij van een opengevouwen boek. Wij gaan zelf ook aan de slag en dat doen we weer met de spullen die al in je huis zijn. Ik heb bijvoorbeeld in mijn keukenlaag gekeken. Het kan ook zijn dat je speelgoeddingetjes gebruikt. Ik zag kunstwerken voorbij komen waarbij boodschappen zijn gebruikt om kunstwerken te maken. Je kan in je kledingkast kijken, de kussens van je bank gebruiken. Het kan met allerlei verschillende dingen. Zorg ervoor dat je materialen zoekt met verschillende vormen. Deze zijn weer heel verschillend. Die kun je goed gebruiken als basis voor een gezicht. Maar je hebt ook een heleboel verschillende kleine dingetjes nodig. Waarmee je ogen, neuzen, monden, wenkbrauwen, oren. Alles zou je ermee kunnen maken. Dus ga even op onderzoek uit wat je kan gebruiken. En dan gaan we er een kunstwerk van maken. Nou, ik heb een heleboel spullen verzameld uit mijn huis. Een onderzetter, de kaarsjes, dingen uit de keukenla, wasknijpers, elastiekjes. Van alles heb ik gevonden en dat ga ik zo meteen gebruiken. Let erop als je dingen zoekt dat ze in verschillende vormen en maten zijn, zodat je er ook verschillende onderdelen van een gezicht van kan maken. En dat ze goed kunnen blijven liggen. Want ze moeten even kunnen blijven liggen, zodat je straks een foto van je kunstwerk kan gaan maken.
Voor een gezichtsvorm kan het eigenlijk elke vorm zijn. Het hoeft niet per se rond, het kan ook rechthoekig zijn of een ovaal, alles wat je wil. Dus ga kijken wat je hebt en als je het gevonden hebt, dan gaan we aan de slag. Ik ga beginnen en ik ga een rechthoekig gezicht maken van mijn snijplank. En ik zie eigenlijk als ik hem omdraai dat ik al een behoorlijk goed gezicht heb. Zo, dan heb ik hier namelijk meteen mijn mond al gemaakt. En ik wil graag dat hij een neus krijgt en ogen. En dan kan ik kiezen wat voor verschillende ogen. Ik kan kaarsjes doen, die zie je niet zo goed. Dus dan kun je daar of iets onder leggen, zodat je ze beter ziet. Of iets omheen doen, zo. Zo, nog een kaarsje oog. En denk ook aan oren. Misschien wil je wel een ander soort mond. Kijk, als ik hem een tandjes geef, dan kijkt hij weer heel anders. Maar of misschien krijgt hij wel een hele grote mond. Of een hele boze mond. Wenkbrauwen zijn dus ook belangrijk voor een gezicht. Dus ik doe deze wasknijpers. En als ik mijn wasknijpers zo leg, dan vind ik dat hij behoorlijk boos kijkt. Maar als ik ze zo leg, dan kijkt hij weer een stuk verbaasder. Dus zo kun je gaan schuiven en veranderen aan je gezicht. Je kan hem ook een nek of een hals geven. Je kan haren gebruiken. Misschien wil ik wel een heleboel bestek aan de zijkant. Of pennen. Zo. Dan krijgt hij ook nog wat haren. Zo. Zo. Die nog op zijn hoofd. En zo heb ik een gezicht gemaakt. Als je klaar bent met je gezicht, maak er dan een foto van en dan gaan we daarna weer verder. We hebben nu net als Archimboldo geoefend met het maken van gezichten en je kan nu dus zien hoe je op verschillende manieren een gezicht kan maken. Ik ben benieuwd naar jullie gezichten, dus stuur mij 3 verschillende gezichten met verschillende gezichtsuitdrukkingen naar mij toe en dan zorg ik dat ze in het Art School Museum komen. Tot de volgende keer!